Deze. Ja. Is dit toe... Oh! Wow! 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 Hallo mensen, welkom bij Minecraft. We zijn weer terug in ons prachtige avontuurlijke wereldje. In de vorige aflevering heb ik een geheim laboratorium gemaakt. Die is hier te vinden achter dit muurtje. En hier hebben wij binnenkort snode plannen, snode potions die wij gaan maken. Er is eigenlijk al een grappig verhaal aangekoppeld. Joost, die was laatst dus langsgekomen, want hij ging de Ash Vexvine quest doen, die ik ook al heb gedaan. En Joost had een beetje moeite, dus ik dacht, ik ga mijn paard even brengen en hij moest ook de Nether in. En dat doet hij altijd via mijn basis. Dus Joost, die is hier geweest, die heeft dus gezien dat er een kamer achter het aquarium zit. Maar die wist nog niet hoe die er moest komen. En ik heb het hem ook niet laten zien. Het ding is alleen, Jeremy, die is natuurlijk hier ook bezig met quests bouwen voor iedereen. Die heeft een paar tropische vissen in mijn aquarium gespand. Ik zie er hier eentje. Ik zie er nog een clownvisje. Een Nemootje, lijkt het wel. En nog eentje. Dus het zijn drie nieuwe visjes die we hebben. Ik heb ze dus niet zelf ingespand. Ik heb ze niet gecheat. Ik kreeg ze gewoon van Jer. Blijkbaar vond hij mijn aquarium nog een beetje te leeg. Dus hij wilde graag iets aanvullen. Dus ik ga ze gewoon lekker laten zitten. Ik ga ook niet de moeite doen om ze weg te halen of zo. De vorige keer hadden we het in ieder geval heel erg over dat ik hier een geheime deur moest maken voor mijn laboratorium. En ik had natuurlijk ook niet superveel pistons. Ik heb er namelijk maar 4. Dus dat is een beetje zuur. Ik kon daardoor heel veel dingen niet echt doen. Ik heb ook 2 redstone repeaters en op zich nog best wel redstone, maar eigenlijk geen slimeballs. En slimeballs zijn toch erg handig, al wil je een geheime deur maken. Maar ik heb in de Discord, discord.gg/Duncan, een aantal designs van jullie gekregen. En ik heb zelf ook een paar bedacht die dus super handig zouden zijn om uit te voeren. Dus dat is heel erg handig. Dat gaan we alleen niet vandaag doen. We gaan vandaag een quest doen die voor mijn deur is geleverd. En de reden dat ik dus ook geen shaders aan heb, is omdat ik al wist dat er een quest zou komen. Rick heeft mij vriendelijk gewaarschuwd over deze quest. En hij zei ook, je moet je shaders uitzetten, want dat is beter voor het verhaal of zo. Laten wij eventjes gaan kijken. Brouwer Alexandro nummer 1 hebben wij hier. Duncan, er is iemand die je hulp nodig heeft. Alexandro is zijn naam. Hij is er slecht aan toe en ik moest je zo snel mogelijk bereiken. Hij vertelde dat hij ten noordoosten van Stonewind Island woont. Ook op een eiland. Oké. Hij is er de laatste jaren niet uit geweest en zijn huis is waarschijnlijk bedekt met zand. Ga naar hem toe en vraag wat er mis is. Oké. Klinkt best wel leuk. We hebben natuurlijk een paar bouwafleveringetjes gedaan de afgelopen tijd. Dus het was ook niet heel erg om weer eventjes lekker te gaan questen. Het is me wel opgevallen dat jullie de bouwaflevering heel erg leuk vinden. Dus ik wil ook zeker de bouwaflevering op een hoog tempo houden. Het ding is alleen, een questje vind ik ook af en toe wel heel leuk. Want het zijn gewoon echt avonturen waar ik dus niet echt invloed in heb gehad. En die compleet gemaakt worden voor ons. Dus het is zo leuk om dat dan te spelen. Plus, wat nog ook een dikke bonus is, is als jullie een heel leuk aandeel willen hebben en eigenlijk dus custom maps of quests willen bouwen voor mij of voor de andere YouTubers op deze server, check even de beschrijving. Daar heb ik een stukje tekst geschreven over hoe jij mee kan werken aan deze survival serie. Wij gaan maar eventjes naar Stonewind Island. Ik heb nu al geen boot bij me, dus we gaan eventjes een boom wakken. Oh, hey, deze plek kan ik me nog herinneren. Wacht even, dit is compleet niet relevant aan de quest, want we zijn nog niet eens bij Stonewind Island. Maar dit is wel een heel leuk plekje. Dit is namelijk de oude vispot waar ik en Joost altijd gingen chillen. En toen was hier een commandblok neergezet die je dus heel erg hoog teleporteert. Ah, je me redde, dus kap er gewoon mee. Oké. Ja, en dan moeten we even zorgen dat we niet te pletten vallen. Boep. Dank je. Blijft altijd gewoon leuk om te doen. Als je er langskomt is het altijd wel geinig. Even kijken. Als het goed is, is daar Stonewind Island. Heel goed. En dat is ongeveer noordoost. Dus dan moeten we nog eventjes een stukje verder varen. Eiland. Eiland. Waar is het eiland? Ik zie hier wel op dit eilandje een hele hoop zand. En ik zie volgens mij ook wat hout. Volgens mij is dit het al. En het is ook precies ten noordoosten van Stonewind Island. Wat een verrassing. Oké, laten we eventjes dit uitgraven. En hier is de ingang. Wauw, dat is echt gewoon heel praktisch. Wow, hoor je dit? Yo, dat is scary. Ik hoorde echt een soort
cave sound. Oké, Brouwer Alexandro nummer 2. Kijk hier pas in als je de spullen hebt. Oké, goedendag Duncan. Er spant opeens een kistje hier. What the fuck? Ik ben Alexandro, de beste brouwer in de omgeving. Ik wil je om een gunst vragen. Mijn gezondheid gaat nogal achteruit en ik heb een sterke potion nodig. Helaas ben ik zelf niet meer in staat om de spullen daarvoor op te halen. Ik wil jou vragen om de volgende ingrediënten te halen. Fermented Spider Eye, Golden Apple, Blaze Rot, Glass Bottle, 1 Emerald. Kom daarna hier naar terug. Veel succes. Oké, wat is dit dan? Het boek nummer 3. Nou, ik denk dus eigenlijk dat ik nog niet dat derde boekje moet gaan lezen. Maar eerst eventjes al deze items moet gaan verzamelen. Als jij even stopt met herrie maken. Jongen, jongen, Alexandro. Stop hier de potion in. Oké, ja, maar dat is voor straks pas. Hier zit ook allemaal dingen in die ik waarschijnlijk nog niet mag looten. Oh, well, Gaster is wel nice. Invisibility potion. Hey, een fermented spider eye. Wacht. Maar, zou ik dit mogen pakken? Ik bedoel, weet je, het ligt hier. Er stond niet dat ik het niet mocht stelen, denk ik. Fermented spider eye is wel een van de irritantste dingen om te halen. Heel eerlijk. Golden apple valt dan wel mee. Blaze rot heb ik hopelijk nog thuis liggen. Glass bottle is niet zo heel moeilijk. En een emerald. Heb ik een emerald? Ik weet het niet eens. Ah joh, boeien. We pakken de fermented spider eye gewoon uit zijn eigen kastje. Water bottle. Ja, die kunnen we op zich wel leeg drinken. Nee, weet je wat? Die ga ik wel zelf maken. Oké, gaan we heel eventjes snel naar huis. Want dan moet ik eventjes thuis natuurlijk alle spullen gaan halen. Oké, dus ik heb de emerald. Dat is heel goed. Laten we even alle spullen bij elkaar leggen, zodat ik niet vergeet wat ik nodig heb. Heb ik nog een blazerot? Ik heb nog een blazerot. Dat scheelt enorm, want dan hoef ik niet naar de nether. En de nether is ook best wel heel erg geloot. Glass bottle hebben we dan best wel snel, denk ik. En de golden apple. Als het goed is, heb ik die al. Ja, ik heb zelfs een enchanted golden apple. 1, 2, 3. Glass bottle. There you go. Dus check, 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 check en check. Heel goed. Mogen we weer dat hele pokkaind terug gaan reizen. Helemaal gaan varen en alles. Oh, zo, daar zijn we dan. We gaan gewoon letterlijk parkeren naast het andere bootje. Wat hier toch al staat. Weet je, boeien. Oké, hopelijk is het een beetje veilig hier. Dat lijkt me wel zo fijn. Kijk hier pas in als je de spullen hebt. We hebben de spullen. Het boekje nummer 3 en boekje nummer 3. Dat is een beetje raar. Volgens mij is dat een klein foutje, maar dat maakt op zich niet heel veel uit. Oh, daar ben je alweer. Nu komt het belangrijkste. Het brouwen van de potion. Dit proces is niet hetzelfde als alle anderen. Ga naar mijn brouwervulkaan toe, ten zuidoosten van hier. Werp alle voorwerpen op de tafel en denk om de bliksem. Dat klinkt heel erg creepy. Als je de potion hebt, breng hem dan zo snel mogelijk naar me toe. Dus ik moet dingen in een vulkaan gooien en dan komt er bliksem en een potion. Oké, zuidoosten. Ja, weet je, dat vind ik niet bepaald kalmerend eigenlijk. Maar sure, kan ik hier even pitten of zo? Heb je een plek voor me om te slapen? Ik voel me niet zo veilig. Zuidoosten, zuidoosten. Vulkaan? Vulkaan, waar is een vulkaan? Dit is wel de richting van zuidoost. Ik pak wel even een bootje mee anders. Zo moeilijk is het toch niet om een vulkaan ergens te vinden. Ik bedoel, hier is een lavapool. Oké, maar dat is geen vulkaan, denk ik. Hier zijn wel bergen. Maar dat is nog steeds geen vulkano. Oh, kijk eens aan. Daar in de verte is iets roods. Oké, wacht eens even. Daar gaan we dan naartoe. Dat ziet er wel iets meer vulkanisch uit. Ah, oké, wacht even. Ik voel me niet zo veilig eigenlijk. Ik dacht dat dit een hele veilige quest was. Ik snap opeens waarom Alexandro hier geen zin in had. Kijk, alle creepers ook nog. Dat had Alexandro nooit overleefd, joh. Oké, vulkaan. Vulkaan, weet je, ik ben een beetje bang dat dit niet heel veilig is. Heel eerlijk. Maar oké, we moeten daarheen, denk ik. Het ziet eruit als... Ah! Oh, jezus. Het ziet eruit als een brug. Oeh, au, au, au. Ja, het is natuurlijk een beetje warm. Het is een vulkaan. Oké. Is hier ergens een entree waar geen skeletons zijn om me te beschieten? Thanks. This looks like an entrance to me. Yes, kijk eens aan. Oké, een beetje oppassen voor de hete dingen. Dat zou wel heel fijn zijn. Oeh, dit is een beetje scary. Er zit wel water in. Dat is een beetje vreemd. Geen lava, maar ik snap ook wel waarom. Moeten we hier eventjes zo doen. En dan, wat moesten we doen? Alles op de tafel leggen? Werp alle voorwerpen op de tafel en denk om de bliksem. Oké. Deze. Ja? Is dit toe... Oh! Wow! 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 Holy shit! What? Ultieme healing potion. Oké. Ik heb de ultieme healing potion. Oeh, wat was dat, neef? Oké, ja. Wow. Ultieme healing potion.
Juist, dat was een beetje eng, maar echt totaal niet super eng. Hoe kom ik hier nou weg? Rick, wat heb je gedaan? Jongen, jongen. Oké, laten we deze dan maar eventjes niet drinken. Ziet er wel heel cool uit. We hebben de resources trouwens gewoon teruggekregen. Ik weet niet helemaal of dat de bedoeling was, maar desnoods lever ik ze weer eventjes in. En dan kunnen wij nu weer terug naar Alexandrio, bro. Dat was echt heel vet. En dat is waarschijnlijk waarom ik mijn shaders uit moet zetten. Hey, visje, wacht. Kom hier. Ik wil jou meenemen. Kom. Ik heb jou nog niet. Yes, we have one. Hey, oprotten. Oprotte skeleton, oprotte creeper, oprotte zombie. Die dynamic lighting is wel cool. Oeh. Ah, nee, niet de quest opblazen, dank je. Oeh. Als je de potion hebt, breng hem zo snel mogelijk naar me toe. Succes. En dan was hier... Stop hier de potion in. Oké. Hoppa. Dankjewel. Ik ben je eeuwig dankbaar. Weet je wat? Al mijn brouwerspullen uit de barrels kan je meenemen als bedankje. Oeps. Ik heb misschien dus eigenlijk al iets gestolen voordat het mocht. Maar dat maakt niet uit, weet je. We hebben lekker wat potion dingen. En dit komt trouwens heel mooi uit. Nu we natuurlijk toevallig net een nieuwe brouwerij hebben gemaakt. Het past alleen niet allemaal in mijn inventory. Wacht, ik dump even wat zooi hierin die we niet nodig hebben. Zo, deze nog eventjes mee. En ik denk dat dat dan alles is. Ja, dat hoop ik. Hey, Alexandro, lekker gedaan, pik. Goed bezig, goed gewerkt. Dankjewel voor de spulletjes. En ik boek hem lekker naar huis. Dan moeten we dus eigenlijk eventjes gelijk alle spullen hier in de barrels gaan gooien. Dat is wel het beste natuurlijk. Even kijken. Deze. Ah, nee, de blazer neem ik nog even mee. Deze. En deze en die. Oké, very nice. Dan moeten we eventjes vlug de tropical fish natuurlijk dumpen in ons aquarium. En trouwens, ik zal nog eventjes aan Rick navragen of het de bedoeling was dat ik de spullen, zoals de golden apple, de emerald en zo, weer terug kon pakken. Want als het niet de bedoeling was, dan lever ik ze natuurlijk met plezier in. Maar weet je, als ik het mee kan pikken, hè, weet je, dan neem ik ook graag kosteloze spullen. Dat is in ieder geval wel chill om wat leuke potions te hebben. I like it. Dan gaan wij in ieder geval de volgende keer lekker de pissendeur gaan maken. Om te zorgen dat wij natuurlijk makkelijker zonder blokken te slopen en te plaatsen hier naar binnen kunnen. En wie weet welke avonturen ons nog staan te wachten en welke dingen we eigenlijk allemaal gaan bouwen in deze survival. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Doe natuurlijk even een duimpje omhoog. Abonneer voor meer Minecraft. En ik zie je bij de volgende video. Peace out.